Is het stil en somber binnen of niet? Nou ja, we zijn niet echt tevreden met de uitslag. Maar heel erg ontevreden over ons spel kunnen we denk ik ook niet echt zijn. Meer dan 30 doelpogingen en zij één. Bizar eigenlijk, hè? Ja, het is ongelooflijk dat we er maar één maken vandaag. En zo simpel is het. En, nou ja, als die doelpoging van hun ook nog een kans was geweest, had ik nog mee kunnen leven. Maar het is natuurlijk wel een geweldige goal. Ja, op de radio zei ik het nog, hè. Ik kan me niet voorstellen dat dit zo'n avond is als Sparta de deksel op de neus krijgt, maar het gebeurt wel. Voelt het ook zo bij jou, als het bijna ongelooflijk is dat dit in een gelijkspel eindigt? Ja, nou ja, het is gewoon erg zuur. Want vergeleken met de wedstrijden hiervoor, denk ik dat we vandaag gewoon goed speelden. En dat we de tegenstander echt onze wil oplegden en veel kansen creëerden. En dat het dan zo eindigt, dat is inderdaad bijna niet te geloven. Maar goed, dat ligt denk ik natuurlijk ook aan onze kwaliteit, omdat wij gewoon die ballen er niet in schieten. Ja, gaat dat ook doorwerken in zo'n wedstrijd in de zin van dat je toch moedelozer wordt als die bal maar niet in wil? Nee, ik denk juist dat we kregen veel kansen. Dus ik had eigenlijk wel het idee dat die op een gegeven moment nog een keer goed zou gaan vallen. Dus echt moedeloos werd ik er niet van. Persoon. Er zat een paar meter verder hier een keeper van hun, Kaya. Die hield op één bal echt alles tegen. Ook ongelooflijk eigenlijk. Ja, nee, we hebben nu een paar weken achter elkaar gezien dat tegenstanders tegen ons veel beter spelen dan dat ze op de samenvatting lijken. En deze keeper vandaag ook weer. Ja, is dat wat je nu zegt, dat kun je uitleggen als een gemakzucht die er misschien insluit? Of ga ik dan te ver, vind jij? Nou, ik zou niet weten waarin zich dat dan heeft geuit vandaag. Want wat ik zei, ik denk dat we ongelooflijk veel balbezit hadden. We voetbalden naar voren, we creëerden kansen. Nou, het resulteert in, wat je net zei, 30 doelpogingen. Dus over echt gemakzucht kunnen we het denken. Ja, dat lijkt me ook erg sterk. Ik moet eigenlijk een open vraag stellen, maar ik ga het toch maar anders doen. Dit zegt toch niets, Thomas, over de afloop van deze competitie? Nou, dat lijkt mij niet. Ik denk dat we zijn de Polonaise niet gaan lopen bij 14 overwinningen of 13 overwinningen hier op rij. En ik denk dat het ook niet meer dan logisch is dat we nu ook niet in de war raken. Zeker niet als je ziet dat het veldspel vandaag gewoon weer in orde was. Wel naar voor heel veel supporters. Ook voor jullie kan ik me voorstellen dat jullie het 1 april niet meer in eigen hand hebben. Om juist op die legendarische avond kampioen te worden. Ja, nou ja, goed. Dat is dan maar zo. Ik denk dat we moeten die wedstrijd hoe dan ook winnen. En dan zien we wel of het een wordt of niet. Ik vind het eigenlijk niet zo relevant of we op onze verjaardag kampioen worden of een week later, als het maar gebeurt. Ben je boos op jezelf vanavond of niet? Nou ja, ik ben niet tevreden met vooral het spel in de laatste fase. Dus ik was een paar keer niet goed in de afwerking en de laatste paas was een paar keer niet goed. Nou ja, maar goed, als je de 30 doelpogingen hebt, dan kan het bijna niet zo zijn dat ze alle 30 door een ringetje te halen zijn. Maar echt tevreden ben ik niet. Nee.